Dit is een opname die ik lang geleden al had willen maken. In 1998 stuitte ik op dit document. Dit heet het Evangelie van Thomas. Op zijn Engels, The Gospel of Thomas. Zoals je kan zien, is dit niet geschreven op zijn Latijn. Ik ga even inzoomen voor jullie, kijk of dat kan. Of dat lukt, hoe? Ik kon het eigenlijk ook nog even inzoomen. Een beetje dicht in de buurt halen. Dit is geen Latijn. Oh, fokken die fok. Sorry. Probeer iets goeds van te maken. Oké, images, waar waren wij? Dit is geen Latijn. Het evangelie, dat is een Grieks woord. En dat vertaalt zich als blijde boodschap. En dit is het evangelie van Thomas. En destijds, toen ik dat las, in 1998. Want dit evangelie, zeggen ze, is gevonden in 1945. Het is geschreven in het Koptisch. En waarom zou Christus Jezus Koptisch kennen? Uit zijn hoofd. Om het maar even op zijn Amsterdams te zeggen. Waar komt dit geschrift vandaan? Nou, de verklaring is dat het christendom, omdat het zo ontzettend veel ruimte biedt aan iedereen, en dat ras of cultuur of pigmentgehalte of whatever, dat doet er niet toe. Wij zijn allemaal kinderen van God. En je blijft met je poten van de kinderen van mijn vader af, anders kom ik achter jou aan met mijn kromzwaard. De Arabieren, dat zijn onze broeders en zusters. Mini. Wij zijn allemaal hier in het huis van onze vader. En dat staat hier. Dat is het evangelie van Thomas. Het evangelie van Thomas kan je gewoon een pdf downloaden. Ga ik nu lekker niet voordoen. Je gaat het maar lekker zelf doen. He? Hier heb je een afbeelding van 2319 pixels bij 2160. Dit evangelie is gevonden, zo zeggen ze, in de Nag Hammadi woestijn. Nee, ik doe het gewoon niet. Nag, N-A-G. En dan Hammadi, zoals je het spelt. Zoals je het zegt. Look it up, baby. Ik bedoel, Google Translate, die kan je alles vertellen hierover. Dit is vertaald in het Engels. En het is alleen maar een aantal, hoe moet je het zeggen, van die one-liners. Of two-liners, of three-liners. Dit behoort aan de vroeg-christelijke geschriften. Zo wordt het toegeschreven. Want Christus Jezus, dat is een hele, dat was de Bob Marley van die tijd. Hè? Maar dan beter. Hè? Vind ik. Hè? Bob, niets ten nadele van Bob Marley. Ik heb al een keer ruzie gehad met een nakomeling van hem. En hij zei, ik ben een van zijn 60 zonen. En ik keek naar die man en dacht, ja, oké. Okay. En Bob Marley was goed. In die zin dat hij probeerde om tot de waarheid te komen. En zo denk ik dat wij allemaal
Dus jullie, inclusief ik, naar dit geschrift moeten kijken. Want wat staat hier nou? Vroegelijk christendom. Want het christendom, dat heeft zich verspreid als een lopend vuurtje. Het christendom was de bevrijding van de antichrist. Als je echt weet wie Christus Jezus wilde zijn, die hij moest zijn, die hij kon zijn. De enig geboren zoon van onze Heer, misschien. Nou, dat heeft heel veel mensen tot inspirerend gezet. Er waren in die dagen, en dan moesten ze alles met de hand opschrijven. Er waren 30.000 flarden. Er zijn 30.000 flarden gevonden van mensen die aan elkaar schreven. Want dit is de boodschap van onze Heer. En er waren allerlei interpretaties. En dat kakelde me heen en weer. En die Romeinse, die Eikelino, je kent hem vast wel. Kijk, sommige mensen zoals ik heb gewoon een Alex Jones petje. En dat draag ik alleen maar als ik mij opstandig voel en denk van, dat zal ik niet zeggen. Maar dan doe ik mijn Alex Jones pet op. Voor de rest heb ik gewoon een petje. En dat is ook alleen maar omdat het anders zo koud is. Want ik wil ook van het dikke haar. En dat als, weet je ook wat, Donald Trump, die heeft er iets van haar. Maar ik denk dat Donald Trump, ja, die heeft van dat zwakke haar. Die moet er ook een hoofddoek om. Eigenlijk Geert Wilders ook. Maar ik heb dan gewoon zo'n petje. En omdat ik iedere keer mijn petje afneem, is de voorkant versleten en de draadjes hangen eraan. Maar ik kom toch niet naar buiten om er aantrekkelijk uit te zien. We dwalen niet af hoor. Helemaal niet. Want we gaan het eventjes hebben over iets wat Jörg Liesman hopelijk ook interessant vindt. De metafysica van de Bijbel. De metafysica van ons mens zijn. Dat wij mensen voorbestemd zijn om te zorgen. Ik ging bijna weer vloeken. Ik lijk John Kirucci wel. En dat wil ik helemaal niet. Maar wij zijn voorbestemd om goed te zorgen voor ons allemaal. Op het moment dat jij een karbonaadje zit weg te kauwen en je kijkt naar een of andere persoon, ik vermijd meer het lelijke woord, of ik had een ander woord moeten kiezen, en die zit in de goot. En jij zit een karbonade te eten en je denkt, wat lekker, ik ben beter dan hij, want hij zit in de goot en ik eet een karbonade. Dat kan niet. Dat is niet wat ons vader wil. Ons vader is Brobus. Ik schakel een beetje terug naar Dietz. Oh, dat zou ik ook best willen doen, de rest van de uitzending in Dietz. De volgende keer dan. Hè? Of ik sluit af in Dietz. Gewoon einfachspraak. Eenvoud spreek. Simpel tolk. Shut the F. Als je niets te zeggen hebt, moet je je moel houden. En niet door de radiozenders heen lopen bleuren. Ja, oh, dit is radiozender U. Anarchie nummer 17.3 en ik ga er heen lopen wouwelen. Dat mocht net doen. Gehet van onze Heer Nederlands kreeg. Dat Dietz kreeg. Oh, daar zit, nu zit ik lekker in mijn Dietz. Gehet van onze Heer Nederlands kreeg. Dietz kreeg. Log tol kreeg. Tol dat kinder ook kan verstaan. In plaats van dat gemoeilijk gedoe. Wie een mummie. Ingewikkeld. Daar hou ik niet van. Met die en die T.
Dan mocht ze gewoon stoppen waar de zon niet scheen. Nooit zal scheen. Maar dat is mijn eigen boosheid. Ik moet je maar begrijpen als een grapje. Want we gaan gewoon lekker terug. Want dit wordt bijbellessen. En dan bijbelles waarvan Jurk Gliesman zal zeggen... Perry, waar heb je het over? Ja, dat begrijp ik. En dat heet een discussie. Een discutia. Want het is toch gewoon waar dat het zijn de vruchten die de naam bepalen. Ook van de boom. En ook van jou. Het is de vrucht die ons zal bepalen wat het is. En je luistert maar naar mij. Ik kan het niet te laat maken, want ik heb mijn schaakavond. En het is 19:30. Dus ik denk al dat de eerste schakers gearriveerd zijn. En we gaan het echt over een vette hebben. Want ik heb nog meer show notes gemaakt, maar dat ga ik echt niet redden. Dat wordt een hele mooie uitzending voor jullie. Want die is lekker kort. En ben je nou niet blij dat ik lekker kort ben, hè? Het gaat over deze. Kijk, oh, die zit. Kijk, dit is de website. Hierboven is reclame. Dat moet je even negeren. Dan kan je ontzettend mooie, moet je zeggen, instrumenten. Je kan er niet mee gooien, maar je kan er wel op spelen. Hè? Maar dat is die reclame. En dan hier, The Gospel of Thomas. En hier gaat het om. Nummer 7. Ik hou het echt ongelooflijk kort hoor. Je moet gewoon lekker mee blijven kijken. Want hier heb ik het uitvergroot. Zie je nou? Dit is Logion nummer 7. Van het evangelie van Thomas. Dat begin van het evangelie, dat zal ik nog wel een keertje voor jullie oplezen. Het gaat over het eeuwige leven. En dat is waar. Dus er is geen zorgen over de dood. En daarmee heeft het ook heel veel te maken dat Jezus zei, het is noodzakelijk dat ik pleiten ga. Want anders kan ik geen plaats maken. En plaats maken voor wat? Nou, de Heilige Geest. Sorry voor mijn hoest. Ik heb alles onder controle. Hè? Logion nummer 7. Jezus zei. Gezegend is de leeuw die de man opeet. En de leeuw zal worden man. En vervloekt is de man die door die de lion, even kijken of het Nederlands. Vervloekt is de man die door de leeuw gegeten wordt. En de leeuw zal komen tot man. Wat staat hier? Enig idee? Gezegend is de leeuw die gegeten wordt door de mens. Want man, hè, dat is, wij zouden zeggen mens. Hè? En dit is de leeuw, dat is de koning der dieren. Gezegend is de leeuw die opgegeten wordt door de mens. En de leeuw zal mens worden. Vervloekt is de mens die de leeuw, die door de leeuw wordt opgegeten. En de leeuw zal worden mens. Dat is de intentie. Ik zal even dat begrip even opschrijven. Intentie. Groot. Oh, wacht even. Oh. Repeat. De inhoud.
Dit is een zin met inhoud. Meestal heeft een zin alleen maar een intentie met een T. Maar hier zit een intentie achter. Want leeuwen eet je niet. Wist je dat? In de tijd dat Jezus gezegd wordt te hebben gelopen op deze aarde, at men geen leeuwen. Of je betwist mij en dan wil ik graag een YouTube filmpje van stelletje Joden die leeuwen ging schieten. Of Arabieren. Wat zullen we vanavond eten? Lekker gebraaien leeuw. Nee joh. Iedereen had varkens. Wat bedoelt, als dit allemaal waar is, wat bedoelt onze Heer hier? Hij zegt, gezegend is de leeuw die opgegeten wordt door de mens. Nou, een leeuw kan je niet eten, maar een leeuw is wel de baas. En de mens, dat is de zachtmoedige. Want dat heeft Jezus gezegd. Deze aarde gemaakt, ja? En de erfgenamen van deze aarde, dat is de mens. Want die zijn de zachtmoedige. En de leeuwen, dat zijn de heren. De rulers of evil, of whatever. Madeleine Albright. Gezegend is Madeleine Albright die vernietigd wordt door de mens. En haar soort zullen mensen worden. Madeleine Albright heeft het goedgekeurd achteraf. Want ze had een goed salaris of zo. Dat ze 500.000 kinderen mogelijk. Een beetje vervelend in Irak. Maar het moest wel. Oké, en zij is gezegend als wij haar overwinnen. Want dan zal zij een mens worden. En vervloekt zijn wij die door Madeleine Albright worden opgegeten. En Madeleine Albright zal mens worden. Want het kan niet anders. Het zijn de zachtmoedigen die deze aarde zullen beërven. Een hele leuke andere is. Madeleine Albright is een beetje op de hoogte. Gezegend is de wereldorde die de mens zal opeten. Want de wereldorde zal dan mens worden. En vervloekt is de mens die door de wereldorde wordt opgegeten. En de wereldorde zal mens worden. Je kan de korte weg naar huis kiezen of de lange weg naar huis. What's your pick, baby? Je keuze, ik bedoel niet Pimolino, P-I-C-K, hè? Wat is je keuze? Het gaat op de ene manier of de andere manier. Ik kan er nog eentje voorlezen. Gezegend is de leerling die een lesje geleerd krijgt van zijn leraar. Want de leerling wordt een leraar. En vervloekt is de leraar die een lesje gelezen krijgt van zijn leerling. En de leerling zal leraar worden. Je zal een beetje moeten presteren op deze wereld. Ooit gehoord van het boek van Job? Kijk, Job, het leuke van Job was, die werd nog in leven gelaten. En die kreeg alles terug nadat hij zijn zweren op de founders belt met een potscherf had gelopen krabben. Wat hij trouwens helemaal niet had moeten doen. Maar in die tijd was dat kennelijk normaal. En waarschijnlijk had hij heel veel jeuk. Maar hij kreeg al zijn schapen en al zijn vrouwen nog terug. Jezus niet, hè? Op je vingers nageteld. Want Jezus had namelijk niks. Daar was Jezus niks af te nemen. Dat is een mooi nummer uit de punk dinges. What do I care? Het is ook een mooi nummer van de Stranglers. I'm hanging around. Just hanging around.
Jezus heeft gezegd, be passersby. Wij moeten vooruit. Wij hebben geen keus. Want ons Vader houdt van ons. Dat is de misschien wel de meest droeve waarheid die er is. Dat ons Vader van ons houdt. En bestaan, dat doet hij niet. Dat mag je ook nooit meer zeggen. En in mijn volgende uitzending ga ik het erover hebben. Je mag niet meer zeggen dat mijn Vader bestaat. Call no one your father on this earth. Okay, ik kan ook gewoon een peper, hè? Neem ik gewoon een jalapeno. Dan maak ik gewoon lekker een sapje van. Stop ik in je rechteroor. En dan stop ik er nog een stukje in je linkeroor. Met die laatste pikjes erin. Vlak bij het steeltje. Kijken of je dan gaat luisteren. Ja, heb je ooit overwogen? Met je. Je hebt toch een hoofd of niet? Ja? Je hebt toch een hoofd? Je denkt toch dat je denkt met je hoofd of niet? Of ben ik nou gek? Dat denk je toch? Of denk je met je linkerteen of je rechterteen? Je denkt dan met je hoofd. Nou, denk er eens even over na. Jezus, de Christus Jezus, de gezalfde Jezus, dat was geen Mohammed. En niks ten nadele van die Mohammedanen en al die Arabieren en Marokkanen. Dat zijn mijn broeders en zusters. Ik ben een vertegenwoordiger van het wereldgeloof. Heb je een goed begrip? Ophouden met de bommen gooien. De rust in ons, die moet terugkeren. Ik moet naar mijn schaakpartij toe. En ik ben al helemaal zenuwachtig. Want ik heb een toernooi opgezet. Mijn eerste wedstrijd was 50-50. En iemand zei tegen mij, 50-50. Ik zei, ja, ik heb gewonnen. Ik heb gewoon een partij schaak gespeeld. En het was esthetisch. Het was een gevecht op leven en dood. Op het schaakspel. En wij moeten deze ook begrijpen. Je kan hem nog meer vertalen hoor. Ik ga iedereen uitnodigen om Logion nummer 7 te vertalen. Ik heb de leerling en de leraar gebruikt, sorry. Ik heb de wereldorde en de mens gebruikt. Wat kunnen jullie nog gebruiken? Wat staat hier? Hier staat oog om oog, tand om tand. Laat die even op je inzinken. Wel, als wij het kwade overwinnen, dan wordt het kwade ons. En als het kwade ons overwint, dan worden het kwade nog steeds ons. Maar dan wel met 500 vrouwen blote, met de blote kont op de brandstapel. Weet je nog van Jan Hus? Niet hè? Nooit van gehoord. Nee man. En Wycliffe? Maarten Luther? En al die anderen? En wij moeten dit overwinnen. We hebben geen keus. Want we zullen dit overwinnen. Maar we gaan het overwinnen op de goede manier. Of we gaan down. En dan komen we. Het is een mooi nummer. I get knocked down. And I get up again. They will never gonna get me down. I get knocked down. And I get up again. They will never gonna get me down. I will get down. Ja, dat kan je ook doen. Dan ben je een soort masochist. Of je neemt ze gewoon te grazen. Ja. En ik word er steeds beter in. Om de humor erin te houden. Want wij zijn de erfgenamen van deze aarde. En wij zijn geen planeet. En de zon draait om ons heen en de aarde is plat. Want naar Antarctica, wie wil er naar Antarctica? Dat is de rand van deze wereld. Ga de bibliotheek van je eigen brein eens even nazoeken. Denk jij dat je op Antarctica
een mooiere frietent kan beginnen dan op Mars. Waarom is het noorden het noorden? Ja, in de Bijbel staat alles. Serieus. Ik maak geen geintjes. En dit is dan, waar komt dit vandaan? Ik weet het ook niet. Is dit profaan? Ik weet van dit werk dat deze tekst is door de Vaticaan. En dan moet je gelijk ding, 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 ding. Wacht tot het rode licht gedoofd is. Er kan nog een trein komen. Als je Vaticaan hoort. Vaticaan heeft deze tekst in beslag genomen. En die is vrijgegeven rondom 1997. Ja, praat ik Frans of zo? Jezus heeft gezegd, ik ben hier niet gekomen om vrede te stichten. En dat is ook heel hard nodig. Gemocht u niet, ik ga de dietje. Gemocht u niet laten verleiden door een stomme priester met een hoed op zijn kop. Dat mocht helemaal niet. Idioot. Je moet bang zijn voor mijn vol. Mijn po. Dat is de enige die u hoeft te vries. Met grote vries, hè. Want als je maar een millimeter voortgaat, dan gaat u dood. En ik hoop dat ik zachtmoedig overkom. Maar het is echt zo. Het is heel vervelend voor mij als computertechnicus en logicus en metafysicus om te ontdekken dat de Bijbel, daar staat het gewoon in. En de rest dus ook. Want dit is een vroeg christelijk geschrift. Dat is wat ik geloof. Dit is helemaal congruent met wat in Matthäus staat en Marcus staat en Lucas en Johannes. Kijk maar naar die parabelen. En ga jij een conflict constateren? Nou, ik dacht het even lekker niet. Want Jezus hield niet van een politiestaat. Jezus hield niet van priesters. Jezus hield niet van die lullo's in jurken. En mooie jurken dan. Hij had zelf waarschijnlijk ook een jellaba. Maar dat is gewoon een jurk. Hè? Maar die dure jurken. Daar had Jezus helemaal niks mee op. En ik weet dat de meeste van mijn Mohammedaanse vrienden hebben er ook helemaal niks mee op. Daar moeten we helemaal geen ruzie mee maken. Wij christelijken, wij hebben het ultieme te pakken. Wij weten dat het niet gaat om afkomst. Het gaat alleen maar dat je de Heer dient. En dat je berouw betoont voor alles wat je in je eigen gedachten fout hebt gedaan. En je gaat... Sorry van mijn boer. Ik moet zo schaken. Je gaat gewoon berouw betonen. En dan ga je zien dat Jezus voor jouw zonde is gestorven aan het kruis. En als het één keer is gebeurd, dan is dat nooit meer zo. Eén keer inzien dat Jezus voor jouw zonde is gestorven aan het kruis. En dan ben je ervan verlost. En dan mag je doen wat je wil. En, er zijn mensen die zeggen van, do what thou willst. Dat is van Aleister Crowley. En die ging hele gekke dingen doen. Ja. Dat zeg ik niet. Ik zeg, heb uw naaste lief op de manier dat jij wil. Heb je vijanden lief op de manier dat jij wil. Denk je dat ik jou de les kan gaan lezen voor €150 per uur? Nou, ik zou het graag willen, maar alleen op dinsdagochtend. Ja, van 9 tot 12. En dan heb ik dus €450 voor een dinsdagochtend. En dan de volgende week weer... Dan heb ik bij elkaar 4 keer €450. Dat gaat dus €1800 in de maand. Ja, daar doe ik het voor. Als eenzame man. Ja, jij mag mij betalen. Maar dat mag je niet doen. Je mag niet naar mij luisteren. Je mag alleen maar als je naar mij luistert denken van... Perry, heb je echt
helemaal gelijk? Dat mag je denken. En dat stel ik zeer op prijs, want ik kan niet zonder verstandige mensen in mijn omgeving. Daar word ik echt, ik kan er gewoon agressief van worden. Ik loop nog niet met een looie pijp over straat, maar het is bijna wel... En maar liever heb ik gewoon mensen die mij in twijfel trekken. En zeggen, is dat echt wel waar? En als mensen daarna zeggen, Perry, je hebt voor zoveel dingen gelijk en ik heb een vraag. Kijk, en dan gaan we leven. En bang zijn voor dat waar wij bang voor moeten zijn. En niet voor schijnangst. Want gezegend is de wereldorde die wij zullen vernietigen. Want de wereldorde zal worden zoals wij. Vervloekt zijn wij die door de wereldorde vernietigd worden. En de wereldorde zal ons worden. Een oude wereldorde, nieuwe wereldorde. Kom op, man. En nu ga ik afsluiten, want ik ga naar een streetcafé in Arnhem. Oh, dat vind ik wel leuk. Ah, dat is toch hartstikke geinig. Ik ben toch bezig. Het is een beetje moeilijk. Het is een beetje een schaduw. Oh, dit gaat fout. Oh. Sorry. Ik kom snel terug. Mijn toetsenbord doet het ook niet. Oh, wat is hier langzaam. Hij is er niet vastgelopen. Oh, yeah. Ja, hier moet je zijn. Hij was echt vastgelopen hoor. Jezuïte computer heb ik. Dat weet ik ook wel. Maar hier moet je dus zijn. Daar moet je echt naartoe gaan, man. Het is zo tof. Hier, directions. Dan gaan we even kijken hoe de directions zijn. En dan my location is dan... Even wachten hoor. Nee, dat vind je hartstikke leuk. My location is voor jullie dus... Arnhem, Kijk, zo moet je lopen, dat klopt helemaal. Het is echt helemaal niet ver lopen hoor. Nou, de directions uitzet, dan valt het dus uit, maar goed, dan zijn die stippeltjes weg. Nee, dat is weer weg. Maar hier zit dus, kijk, hier zit het station. En dan heb je dus... Oh, fokken die fok. Waar zit het nou precies hoor? Ja. En daar zit het streetcafé. En gaat het nou gewoon dicht man? Weg. Oké, laat maar gaan. We maken het uit. Maar kijk, je stapt dus hieruit. Dit zijn die spoorlijnen. Dus moet je naar het zuiden lopen. Dan moet je zo lopen. Dan kan je kiezen hoe je gaat lopen. En dan ben je dus hier. In de wezen. Wezendingers. Wat is het dan? Even kijken, de koppelke. Hier zit hij. Ja. Kijk. Hier staat Arnhem Centrum Dart Competitie, maar daar moet je niks van aantrekken. En die straat heet, kijk, zie je wel, Wezenstraat. Dat zijn de kinderen zonder ouders. Want zo is het ook. Wij hebben geen ouders. Onze ouders, dat zijn kinderen van de Heer. Heren. De Heren, Heren. Degene die boven ons... boven onze staan. Daar zijn wij allemaal kinderen van. Wij zijn wezen. Wij zijn wezend. Ga maar een keer naar Jurk Liesman. Vraag aan hem van. Wat is wezen? Hij kan Duits. Das wezen. Dat zijn wij allemaal. We hebben geen vaders. We hebben geen moeders.
We hebben mensen om voor te geven. En dat doen wij uit dankbaarheid voor het leven. That's it! En Joeko, F maar e-hole met je bom op Irak. En tegen mij zeggen, oh Perry, als je zegt Joeko, F maar e-hole, dan denk ik aan allemaal vieze woorden. Nou, beter dat dan een bom op je dak. Op Irak. En mag dat? Is dat tegenwoordig de hoofdstad van Bagdad? En dat mag allemaal wel. En jij mag helemaal niks. Ik dacht eventjes van niets, mensen. Kijk, Bob Marley heeft opgeroepen tot een revolutie en dat is niet echt goed gelukt. Naar mijn mening. En mijn oproep tot revolutie. Die zal ook wel weer niet lukken. Ja, maar denk eens eventjes na. God kan ons ook in de steek laten. En dan komt die tweede Jezus helemaal niet. Snap je dat? Dat hij denkt, oké, net als in een pokergame. I will fold. En dan doe je je kaarten omlaag en die schuif je gewoon richting de fiches. En je bent klaar en jouw fiches ben je kwijt. Zou dat mogelijk zijn? Of denk je dat God oneindig veel van je houdt, ondanks het feit dat je... Ajax, PSV, want God die doet altijd met ons mee. Ajax 1, PSV, en ik ram er nog een paar in de steeg. En mijn dochter, die loopt te klagen. En dan zeg ik tegen haar, je lijkt wel een zeikwijf. Net als je moeder, die zat te zeuren om geld in haar portemonnee. Maak haar een prostituee, dan krijg je geld helemaal voor niets. Hoe ver zijn wij verwijderd van dat paradigma? Ik vraag het je maar. Je kan ook je Bijbel lezen en zien hoe klote, hoe kut we ervoor staan. En dat er iets verwacht wordt van jou. Niet van mij. Ben jij gek? Ik ben bijna 60, man. Ik ga mijn pensioen claimen. Ik ga zo dadelijk als Saddam Hussein, ga ik gewoon in een tussen zes planken of in een madenboerderij. Het maakt mij echt helemaal niet uit. Ben ik gewoon lekker klaar met jullie. Huh? Luister even naar mij. En luister vooral naar Jurk Gliesman, die het heeft over de Bijbel. En hij weet wel hoe al die hoofdstukken heten en die versen. En die versen. Dus niet diverse van verschillende, maar die spatie versen. Die enkele. En dat je weet dat de mensheid, die wordt gevoed vanuit een warmte. En om dat te bewijzen, heeft de Heere, uw God, die zon opgehangen. Om ons te laten voelen hoe warm wij dienen te zijn. Niet om die zon te vereren. De zon staat onder onze controle. Joshua heeft ooit gezegd, zon, sta stil. En de Heere God zei van, hey zon, je bek houden, stilstaan. En dit is de laatste en dan ga ik echt schakelen. Het is 8:00. Als het leven makkelijk gewast was, makkelijk geweest was, Wendy leven. Makkelijk geweest was. Als het leven makkelijk was geweest ooit. Dan had hem Hergod het zelf wel door. Maar wie is in daar, wie die mienwerker? Wie moet de orde in grof? Wie moet de allersjongst omhoog hol? Wie moet de God delf? Dat is onze retork. En dat is niet per se dat je gewoon, dat stomme meanbol en een beetje grof. Nee.
Wie moet de God omhoog halen? Wie ziet zijn kind? Wie ziet de schepper? Wie ziet die... Even terug naar Nederlands, want het is een Franse schrijver. Jean-Paul Sartre. Wie had hem dat gezegd? Dat is de existentiële fenomenologie. Ja, je moet hem maar kunnen uitspreken. Existentiële fenomenologie. Dat is een krek wat hem wil. Wie moet de buven ons uitstieg? Wie zint geschop naar zijn evenbeeld? En hem was de schopper. Wie moet ook schop? Schapen, scheppen. Ja? Wie een lam? Hè? Maar ook, hè? Wij moeten ook scheppen. Wie een schop? Hè? Wij moeten creëren. Wat denken ze nou? Dat gewoon eeuwig met een duim in een mondschen zit? Oh, ik wacht op mijn mama. Moeder Maria. In the time of the trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Laat het zijn. Nee, natuurlijk niet. Klauw jou. Wat dacht ze nou? Idolaterist, ben ze dat? Ben ze op cursus idolaterist? Nou, ik ben op cursus Joos. Dat is een heel stuk beter, hè? De leerste tenminste van Tol. Want dat kennen de Joden wel, hè. Gaat een beetje lullig Tol, maar dat maakt verder niet goed, hè. De Hebreeuws, maar de Jiddisch, dat klinkt lekker, man. Ach. Dan kan ze zo wat een moel krijgen. Nou, ontzettend fijn. Dit is weer Nederlands, hè. Ik ga even terug. Ik ben in de boekhandeling, hè. Daar stond dan dat toen Jezus eindelijk dood was... konden mensen alle talen spreken. Nou, ik ook. Ik ken ook Spaans, man. En een beetje Frans. Denk je dat ik in Parijs niet dronken kan worden? Dat ik geen pastis kan bestellen in Parijs? En als ze lullen gaan doen, nou, dan pak ik een barkruk en dan mek ik hem. Maar geen auto. Ik kan ook een parimari birido. Hoor je dat ook weer? Daar kijk ook zo naartoe. Naar Sanderijen. Of Indonesië. Daar kijk ik ook zo. Maar ik weet heel veel Indonesische woorden, hoor. Geen probleem. Ik kan niet in tongen spreken. Dat dan weer niet. Dat zeggen ze dan. Van de Pinkstergemeente. Maar misschien moet ik daar mijzelf niks van aantrekken. Jullie gaan dus hier naar de Wezenstraat. En dan zitten ze hier. Dat is het dartcentrum competitie. Maar dan doen ze ook schaken, hoor. En hier in het eetcafé Rubens. Daar werkt een hele lange man. Die heeft een hele goede vrouw. Geweldig. En hier moet je dus zijn. En dan moet je een rode wijn bestellen. Of iets anders. Ze hebben echt van alles, hoor. Maar niet van die suikerdrank die in de koelkast staat. Dat zou ik niet doen. En die mokro's die doen dat allemaal wel. Want die zijn bang voor de imam. En die denken van ja, als ik een jenever drink. Dan krijg ik op mijn flikker van mijn moeder. Dan krijg ik, ik zou het nog een keer zeggen. Dan krijg ik op mijn flikker van mijn moeder. Dan krijg ik op mijn sodomieter van mijn moeder. Als ik hier een glas jenever drink. Ja, dat zou ik niet doen. Ik zou het gewoon wel doen. Wat is dit dan weer? Oh, en dit is ook wel leuk, hoor. Het thuisrestaurant Roem is echt lekker eten, man. En dan hier. Ja, dit café, ja. Daar werkt een man. Is in de... hij heeft een jong uiterlijk. Echt super meer jong dan ik. En hij kan schaken. Wauw. De laatste keer heeft hij 2 potjes. Dus hij heeft dan hier gewerkt. Hè? En dan komt hij helemaal hier. Beren moe. Hè? En dan komt hij pas om 12 uur 's nachts. Dan gaat hij helemaal zo hier eruit. En dan gaat hij helemaal hier naartoe. En naar de Wezenstraat. En dan komt hij dus hier ergens naar binnen.
Volgens mij zit de ingang hier. Hier ongeveer. Twee potjes van mij. Ach. En ik baalde niet eens. Het waren echt hele mooie potjes. En hij zei ook: wauw, ik heb vanavond echt the feel. Ik heb hem groter gemaakt door te verliezen. Ai. Dat klinkt wel als een christelijke uitspraak. Vinden jullie niet? Nou, op zijn hamburgers zeg ik tjus. En tot de volgende keer. Want ik ga er even door hoor. IKEA daaraan. Eén keer de strijd begonnen is uitvechten. Dank je wel, lievers, dat je naar mij geluisterd hebt. En ik zou bijna zeggen: morgen gezond weer op. Maar dat mag je niet zeggen, want het is al ingepikt als van je parent. Hey, dank je wel, lievers, dat je dit uitgeluisterd hebt.